Het is een congres over de toekomst van uitvaart. En ik verwacht dat we hier allemaal met alle professionals bij elkaar met een open blik kunnen kijken naar die toekomst. Wat komt er op ons af? Hoe gaan we daar dan het best mee om? Wat dan mijn verwachtingen zijn, is dat we eigenlijk iedereen in de sector dichter bij elkaar brengen. Ik hoop vooral van collega's te leren kennen en van gedachten te wisselen van waar wilt u naartoe of hoe zie jij het en hoe zie ik het en dan zien we wel. We proberen hier in de uitvaartbranche de dialoog op te starten rondom kwaliteit van de dienstverlening en de borging van die kwaliteit in de uitvaartbranche. Welkom bij Zicht op Uitvaart, een congres over de toekomst. Ik ben ook blij dat u mij gevraagd hebt. Wellicht zocht u iemand die nog niet overleden was, maar er toch niet al te levendig uitziet om deze namiddag gaande te houden. Ik ben heel tevreden. Ik ben heel tevreden. Waarom? Omdat dit is de eerste keer dat er een uitvaartcongres in België georganiseerd wordt. We hebben zoveel mensen warm gekregen om naar hier te komen. We hebben een mooi programma gehad, mooie sprekers, mooie inhoud, een dynamisch debat en dergelijke met mensen uit de sector. En er zijn ook mooie dingen uitgekomen. Ik had verwacht dat het wat terughoudender of wat conservatiever ging zijn, maar blijkt, althans uit de zaal en als ze kunnen stemmen op hun kerstje, dat de neuzen min of meer in dezelfde richting staan. Dus wat ons hopen dat we op dat elan kunnen verder gaan. De organisatie is nickel, c'est vraiment parfait. Les personnes qui parlent aussi, c'est des domaines très différents qui se complètent et qui vont de l'un à l'autre et ce n'est pas du tout lassant. Ça m'a vraiment passionné du début à la fin. L'ensemble était cohérent. Ce n'était pas trois conférences et une discussion, c'était un ensemble qui tournait autour de la même thématique. D'ailleurs, même les questions qui apparaissaient par la suite montraient qu'on parlait de labels de qualité, d'éthique et ainsi de suite. Tout ça se recouvre. Nous n'avons parlé que d'une seule chose pour aujourd'hui, à mon avis, c'est l'avenir d'un métier.